Hey mensen van Mario Games, en welkom bij een nieuwe Far Cry 4. Waarom ik dit een slokje nam? Nou, misschien omdat er nog steeds een beetje een hondenvoer nasmaak in mijn bek hangt. En dan denk je misschien een hondenvoer nasmaak in je bek? Nou, dat komt vanwege dat ik in de vorige aflevering de Bean Boozled Challenge regel in heb geïntroduceerd. Als ik een varken vermoord, moet ik een bean pakken. Dat is heel gezellig. En daar heb ik dus absoluut geen zin in. Om dat ooit nog in mijn leven mee te maken. Want dat was echt fucking erg. Verder werd ik ook nog aangereden door een neushoorn. Dus als je denkt nog ook voor een beetje actie. Kun je ook de vorige aflevering ook kijken. Maar vandaag is mijn bedoeling geen vacht te vermoorden. Zeker nog. Ik wil dat de rest van de serie niet meer mee hoeven te maken. Want het is fucking erg. Stel je hebt de vorige aflevering gezien. Heb je ook geen zin om te kijken. Dus in principe moet ik per vachtje één bean nemen. En minimaal 50% van de beans die ik pak moeten vies zijn. Ik heb dus twee beans moeten pakken. Omdat ik twee vachten heb vermoord. In totaal drie dus. Vanwege bij de eerste moest ik er één pakken. Nou, die was wel vies. Dat was snotje. Maar dat was nog niet dat ik dacht van... spuug. Die kon ik nog wel doorslikken. Toen pakte ik er uiteindelijk een paar die niet zo heel erg waren. Maar de volgende vieze, bij de tweede varken, was dus hondenvoer. En daar moest ik van kotsen. Daar moest ik oprecht van kotsen. Die was echt serieus niet lekker. En dat, ik hield nog binnen. Ik heb niet op film gekotst of zo. En sowieso, dat zou ik ook niet doen. Like, dat zou ik weg editen, want dat is fucking nasty. Maar toen we naar de neushoorn werden gepakt, hier gerespawnd. En toen kwam ik hier, het lag er hier een boekje. En dat boekje, dat ga ik... Was hij hier? Ja, oké. Okay. Gaan we eerst lezen. Dit trouwens, als jullie niet weten wie Morangale was. Dat is de vader van de character die wij spelen. Goed. Ashat, 1986. Vandaag opnieuw een wreed gevecht met de nationalisten. Ze worden versterkt door buitenlandse criminelen en beschikken over Amerikaanse wapens. Er zal veel regen nodig zijn om het bloed uit de straten van Tirta te spoelen. Ik kwam ver na zonsondergang thuis en kroop bij Ishwari in bed. Waar zouden we zijn zonder haar? Ze raakte het volk in het hart. Ik dacht terug aan de eerste 4 jaar van ons huwelijk. We waren niet rijk, maar wel gelukkig. Er heerst vrede. Dat is er veel... Wat is er veel veranderd? Oké, cool. Like, Ishwari is dus, als het goed is dan... En ik weet niet of ik dat hier kan zien. Maar Ishwari, dat is dus mijn moeder die overleden is. En die zei... Hey, yo, ga eens even hier naartoe. Nou, thanks, mam. Dankzij jou moet ik varkentjes vermoorden. Maar goed, dat doe ik nooit meer. Ik weet dat zij trouwens waarschijnlijk een opdracht is of zo. Want ik weet niet waarom zij anders... Zeg maar, ja, zij is een opdracht of zo. Maar I don't care. Ik ga namelijk nu... Want ik weet ook niet wat ik de afleveringen precies allemaal gedaan heb. Maar, nee, ik word niet weer aangevallen als een kutvogel. Waar? Daar is hij. Ik hou jou in de gaten, kut. Oh, ben maar niet bang, varkentje. Ik doe jullie niks. Ik wil jullie ook niks doen. Dat wou ik al voor de Bean Boozled Challenge niet. Toen dwong deze game het ertoe. En trouwens, nu moet ik wel een timer aanzetten. Misschien wel handig dat ik dat nu, zeg maar, wel doe. Zeg maar, hè. Is misschien wel redelijk handig om te doen. Want de vorige keer was gewoon, ik ga opnemen tot ik mijn doel voltooid heb. En dat doel was het vermoorden van een varkentje. Dit meen je niet, hè. Deze heb ik niet vermoord. Wow, trouwens, zijn bek zit ook helemaal open. Deze heb ik niet vermoord. Jullie kunnen letterlijk in de vorige aflevering tot aan nu zien dat ik niet heb veranderd van positie. Ik ben niet even naar buiten gegaan en heb deze vermoord. Hier hoef ik dus geen bean voor te pakken, maar ik film hem wel. Waarom wil ik hem? Zodat als ik in de toekomst toch nog een keer ergens varkenshuiden voor nodig heb, ik dan niet de varkens hoef op te zoeken en te vermoorden. Maar gewoon nu dan in totaal 2 varkenshuiden heb. Maar waarom kon ik die niet vinden, zeg maar? Hè? Waarom heb ik die niet gewoon gevonden? Want dat had mij die hondenvoer gescheeld. Daar is een geit. Ik heb geen geiten nodig, voor zover ik weet. Ik hoop niet dat ze nou, omdat ik dus 2 varkens zelf... Wow! Wow, daar gebeurt de fucking een aanrijding. What the fuck is dit? What the fuck? Yo, dude, ga je? Gaat het goed? Holy shit. Leef jij nog? Je bent dood. Pak al zijn spullen. Heb je trouwens hier ergens een... Oh, daar was ik net bij. In het kamertje. Ik zie trouwens hier nog een kist. Maar ik zocht een munitie dingetje. Zo'n shop. Maar die heb je gewoon in de... Oh, nee. Waar ben jij? Oh, hiermee ga ik het niet redden. Waar is die?
Waar is hij? I don't like it. Dat je ook in deze game vogels hebt. Want beesten die over de grond rennen kun je aanzien komen. Maar vogels die aanvallen, like, daar kun je je bijna niet tegen verdedigen. Kan wel, tuurlijk kun je dat wel verdedigen. Maar je ziet ze niet. Like, je ziet ze pas op het moment dat ze er zijn. Laat ik ook even panzer inkopen en een paar medische spuiten pakken. Ik weet dat ik zo kan laten maken, maar hey, ik heb zoveel geld, dat wil je niet weten. Ik weet niet wat al die rest is, maar ik zoek namelijk, want ik heb zeg maar nu mijn boog bij me. Maar ik kijk even of er iets anders misschien beter is om mee te nemen in plaats van de boog. Nee, dan hou ik hem nog wel even bij me. Dan hou ik hem nog wel even bij me. Ik stond hier net ook al, kut. Goed, wat ik ga doen voor de rest van deze aflevering, is ik ga kijken naar een opdracht. Nou ben ik wel een beetje al... Oh ja, wacht even, ik zou nog vaardigheden doen. Dat ga ik nu als eerst even doen. En ik weet even niet wanneer deze vrijkomen. Of dat is pas als ik deze heb. Waarom kan ik deze niet pakken? Ik heb maar één item. Dus ik zou deze, die al nog grijs zijn, zeg maar, kan ik pakken. Degene ingekleurd, die heb ik. En deze bijvoorbeeld... Kan ik pakken, hoeft niet per se. Want ik kan ook zeggen, ik wacht tot ik twee heb. En dan kan ik een van deze misschien pakken. Even kijken. Je bent goed genoeg om twee keer zoveel bladeren te verzamelen van planten. Is er één. Of schiet met een handgeweer terwijl je een lijk verplaatst. Kan handig zijn. Pak ik. Ik pak hem gewoon. En dan voorpen maken. Dat zal nog even blijven staan. Want ik ga niet zomaar een varkenshuid pakken, hè. Of een varkenshuid hier aan uitgeven. Als het niet nodig is. Dus dat zal ik nog wel waarschijnlijk de rest van de game even bewaren. Dan nu waar ik wel naar op zoek was. Was naar een opdracht. En dan zie ik hier een H. Als een hurk. En ik weet niet of dat een... sorry. Een opdracht is die moet in de game. Maar dat is denk ik wel een opdracht die ik ga doen. Vandaag. Dus. Een hurk, als jullie nu weten. Ik weet niet of die zeg maar... standaard in de game zit, maar ik heb toen een bepaalde versie gekocht, de Krat Edition, en daar kreeg je die opdrachten er gratis bij. Oh, ik hoef niet te klimmen, ik hoef alleen hier naartoe te gaan. Oh, en het is nog niet eens... Did we miss it? Dude, no, we did not just miss the action. Blijkbaar. Man, I'm the cavalry man, I was gonna roll him here like goddamn Clint Eastwood. Maar ben je een beetje laat. I'm Herc, I heard about you man. Taking names and writing checks out to kick it ass, man. That's why I'm here. Because you and me together, the Golden Path won't know what hit them right in their faces. We are the Golden Path. Man, I do not understand what you are saying. I don't speak your language. Ik wou zeggen, wat... What you meant to say is that the Royal Army won't know what hit them. See, we're the Golden Path. Yeah. Guys have been giving me a lot of stank out over the things I've been saying about the Golden Path, so... Ja, daarom. Hij heeft de... Oh, de Golden Path! Ze zuigen echt naar de ballen van de koningin! Wij zijn de Golden Path. Oh. Ik versta het niet. We swoop in and help you, me or my, Golden Path buddies, that's right. Yeah. You and me, man. New and improved tap bros, that's right. Living the dream. Come on, punch it in. Alright. Waarom heb je... Jij mist een vinger. Oh nee, niet. Die vinger was gewoon helemaal zo dit. Zag je maar. You kind of came in on the slow bus too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around though, okay? Okay. Let's roll, Golden Path, homie. Ja. Ik denk dat ik Herc wel cool ga vinden. Oké dan. Dat is cool. Dat is als ik online ga spelen, kan ik zeggen... Oh. Dat ik ook huurlingen kan oproepen. Dat was de volgende. Dat is wel wat ik al weet. Je krijgt huurlingen tokens. En dan kan ik zo'n huurling oproepen. En als ik online heb, kan ik hulp inschakelen. En ik heb zo'n gevoel. Dat dan de speler met wie ik speel. Die speelt dan als Herc op mijn scherm. Dat denk ik. Want ik denk niet dat Herc echt opdrachten verder heeft. Waarom staat er hier zo'n ding? En hoe de fuck werkt het? Ik wil er even een stukje in vliegen. Stijgen, het zee is dalen en je kunt er ook nog mee schieten. Oh my god, we hebben een 1-persoon helikoptertje. Oh my freaking god, we fucking got a helicopter, boys! En hiermee ga ik gewoon eventjes daar naartoe. Ik zie daar ergens een dingetje, hoe heet het, een torentje. En dat torentje gaan we pakken. Holy shit, we hebben een fucking helikopter. Nice. Er wordt daar wel van bovenaf geschoten, lijkt het. Maar ik kan als goed zien me ook schieten. Of is dat gewoon het lichtflitsje van een
van een zeg maar een luchtvliegding. Dat hebben hele hoge gebouwen ook altijd erop staan. Ja, oké. Okay. Zijn hier mensen? Ik heb geen idee. Daar gaan we nu achter komen. Oh ja. Oh, er zit geen geweer op de ding. Oh, like shit. Oh shit. Oh shit. Get the fuck out of here, homie. Get the fuck out. Ik dacht dat het geweer hier op zat, maar dat zat hier niet op. Waar zijn jullie? Ik zie jullie niet. Like, for reals. Waar zijn jullie? Oh, daar. Laat ik snel gaan dalen voordat ik hiermee neerstort. Snel eraf. Snel dekking zoeken. Au, au, au. Au, 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 au. Zien jullie mij? Dan moet ik jullie ook kunnen zien. Wel eerlijk spelen, hè? Wel eerlijk spelen. Oh. Hier zit er nog eentje. En daarachter zijn ook dudes. Oh, maar dat hoort bij de... bij deze opdracht. Dat is anders. Nou, weet je wat? Dat jullie maar even lekker alleen. Alleen zelfs. Daar heb ik geen zin in. Ik kom hier namelijk om deze toren te pakken. Oh. Oh, dat was hostages shit. Oh shit. Oh shit, ik ben niet reloaded. Je kunt mij niet raken. Hier, jongen. Je kunt mij niet raken. Heb je alleen de hostage gehoord? Dat weet ik niet. Fuck off, beest. Fuck off. Hier. Kun je me ook niet aanvallen? En ik ga je tegelijk ook even pakken. Veren. Nice. Oké. Nu, even waarvoor ik hier eigenlijk kwam. En dat is namelijk om deze toren te beklimmen. Hallo? Kunnen jullie allemaal lekker zelf lezen? Want ik vind die dingen altijd niet zo interessant. Plus, ik weet ook daarom niet of ik dubbele heb, maar dat maakt niet uit. Hoe kom je hierboven? Dit begint goed, deze toren. Ik denk dat je niet vanuit binnenuit moet beginnen, maar vanaf hier, denk ik. Wacht, misschien even van een afstandje kijken. Waar moet je beginnen? Want het is niet hier naar binnen rennen, toch? Of kun je hierop klimmen? Nee, hè? Er is daar... Moet ik ergens onderdoor of zo, misschien? Want de trap... Oh, wacht even. Hier is een deur. Oké. Okay. Bots. Oeh. Even een testje. Ontploft dat? Ja, dat ontploft. Wow, 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 wow. Holy shit. Oh, shit. Ze hebben me gehoord, denk ik. Wacht, ik pak je liever de shotgun voor. Geef me de shotgun. Dat is fucking cool als ik met een shotgun ze pop recht op het moment dat ze binnenkomen. Bots. Headshot. Maar hoe kom je hier binnen? Oh, wacht, de deur. Ik heb letterlijk net de deur geopend. Ik vraag me al meteen hoe je binnenkomt. Oké, er was hier een trapje ergens, geloof ik. Ja, hier. Ga eens aan de kant dozen. Ik moet even naar boven. Kan ik hier langs? Ik kan hier langs. Ik weet niet of het de bedoeling is. Ik denk het namelijk van niet. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat ik hier langs kan is gewoon puur geluk. Want ik moet hier overheen. En dan hierop. Want ik was vergeten in deze game dat ik kan springen en klimmen. Echt lekker bezig, Michael. Lekker bezig. Hier kan ik ook klimmen. Als je trouwens hier daar knipjes ziet. Ik ben nu een beetje een snotneus omdat mijn neus is gaan lopen van de beans de vorige keer. Dus als jullie denken, hé... Hey, wat is daar een raar knipje ineens op die plek? En is het omdat ik even mijn neus uit ophalen ben. Kan ik dit gewoon weg doen? Ja toch? Bats. En... Dat was alles. Yes. Nice. Oké. Oh, de stem wordt wel harder. Dus ik kom denk ik in de buurt van boven. Maar ik moet deze doos aan de kant duwen. Oh, oh. Duwen. Gewoon kapot trappen, jongen! Oh, ik druk steeds op C wanneer ik F wil hebben. Het zit dicht bij elkaar. Ik zie nog steeds hier wel... Oh, wacht even. Dat zijn die rode pijltjes. Dat is deze toren. Ik zit naar mensen te zoeken. Oh, maar dan hoef ik ook niet zo voorzichtig aan te doen, joh. Dan kan ik gewoon doorlopen, joh. Er zijn hier geen mensen meer. Ik dacht al, ik hoor geen mensen, maar ik zie nog steeds het rood op mijn scherm. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Hé, hier is het. Nice. Hé, ga jij eens eventjes gewoon zo kapot? Sloop het maar. Hapsakee. En klik. Hapsakee. En deze toren hebben wij unlocked. Nice. Wat hebben we hier allemaal? Het huis van Brabin. En daar gaat het helemaal niet goed, want daar hebben ze geestelingen. Dat is een geestelactie. Oeh. Terugkamer van Satish. Daar worden mensen verbrand. Het is hier echt gezellig. En een tijgerhol met een echte tijger erin. Oh my god. Ik wil tijgerhol nu eigenlijk vinden. Ik ben gek dat ik het wil, maar ik wil het. Er zijn verder hier geen... dingen meer. Ja, een kaartje. Maar die heb ik gelezen. En that's it. De toren. Dus ik kan hier gewoon naar beneden toe. En laat ik dan even bepalen welke kant ik op ga. Ik druk op M omdat ik de kaart wil game. Raar spel.
Oké, we hebben duidelijk hier een neushoorngebied en een tapirgebied. Voor de rest zie ik hier niet echt opdrachten. Maar ik weet niet wat dat is. Alleen, ik wil het tijgerhol, zeg maar, vinden. Ik weet niet wat het is. En of het gewoon hier op de kaart staat. Maar ik wil eigenlijk nou dat tijgerhol vinden. Alleen dan doen ze even zo'n hele dikke swoosh daar naartoe. Swoosh daar naartoe. Maar je weet niet wat er is. Je weet gewoon niet wat er is. Dus hartstikke leuk allemaal. Hartstikke gezellig. Maar nou weet ik niet waar de tijgerrol is. Maar ik wil tijgerrol eigenlijk wel vinden. Ik verwacht een van die, vraagtekens. Dat dat de dingen zijn waar we naartoe gingen met onze swoosh swoosh swoosh. En ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat dat dan de kant is waar ik op wil. En dat is die kant op. En natuurlijk is daar dan... Oh, je medkit, nice. Er is daar geen lint naartoe. Dat is een huis. Het is sowieso geen tijgerrol. Maar er is daar wel een poster. Nou, is dat niet wat ik zoek? Wacht, zijn dat die blaadjes? Die blauwe blaadjes. Zijn dat posters? Wacht even. Even ergens anders erin vinden. Ja, dat zijn posters. Oh, er is hier blijkbaar nog een poster ergens. Ja, die zit aan deze kant. Dus die ga ik dan wel even nog zoeken. Oh, vrije vogel. Cool man. Cool voor je. Pokkenbeest. Ergens zegt hij me dat hij beneden zal zijn. Hallo? Oh, ik gewoon wel met de pijls. Ik zit allemaal rare knoppen te drukken. Van zou dit deze knop het zijn? Nee, nou dan zal misschien deze knop het zijn. Het is denk ik buitenom het gebouw, hè. Gewoon helemaal buiten. Hij is wel boven. Het maakt niet uit. Dan klem ik godverdomme weer naar boven en dan ga ik extra goed zoeken. Hier is de deur. Naar waar die fucking poster is. Want ik ga hem vinden, jongens. Nog voor het eind van deze aflevering ga ik hem vinden. Daar is de poster. Maar hoe kom ik daarbij? Wacht, hoe kom ik daarbij? Ik kan er gewoon... Daar kan ik niet bij. What the fuck is dit? Oké. What the fuck? Die hebben ze dus daar geplaatst, maar je kunt daar niet bij. En je kunt er niet afschieten. Je kunt er niet bij. What the fuck? Ik sta niet gehurkt. Hoe kom je daarbij? Shut up! Ah, no. Maakt niet uit. Ik heb hem gevonden, maar... Nou weet ik niet hoe ik er vanaf kom. Die dingen moet eraf kunnen scheuren. I could try via de binnenkant. Oh! Dit gebeurt er, jongens en meisjes. Als je niet, zeg maar, goed zit op te letten. En in een hoge toren waar een groot gat in het midden zit. Allemaal naar boven loopt te staren. Oké, hij zit dus hier aan, als het goed is. Geloof ik aan de binnenkant. Oh, val ik daar bijna weer vanaf. Ik zeg, val ik bijna daar weer vanaf. En weet je wat? Laat maar. Laat dat fucking ding maar. Hè? Ik hoop dat het heel mooi daar staat. En dat ze denken dat het heel cool is om dat ding daar te hebben. Maar daar kun je niet bij. En ik heb geen idee waarom dat je daar niet bij kunt. Maar het zal allemaal ook wel. Ik ga het voor deze aflevering dan ook hierbij laten. De volgende keer wil ik dat tijgerrol even vinden. Gewoon omdat het me cool lijkt om die te vinden. Voor deze aflevering ga ik jullie wel in ieder geval bedanken voor het kijken. Als die volgt mij aanvalt, ik schiet hem serieus dood. Ik schiet dood. Daar dacht ik, ja, snel rechtsom, kids. Hij denkt, oh kut, daar heb je McDurp. Snel wegwezen hier. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet dan je duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Vakraveer hier op MyTop Games. Ik zie die volgende nummer in beeld. Daar. Ik hou je in de gaten, kutbeest. Ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Vakraveer. Tot dan. Later. Doei.